Misschien zou u het leven hier op aarde wel tot in alle eeuwigheid willen voortzetten. Maar hoe zit het dan met het leven bij de Here? Bij de Here Jezus. Dan komt dat uitzien naar de heiland toch helemaal in uw leven niet voor. En als dat nou zo is, weet u waarom niet? Omdat u dan niet met hem gestorven bent en dan zult u ook niet met hem leven. Maar het eeuwige leven dat de Here schenkt, door het geloof, het ware geloof, daar zit altijd in dat geweldige verlangen om door de dood heen deel te krijgen aan zijn zalig leven. Verlangt u zoal naar de Here Jezus? En dan hebben we het niet over iets mystieks of iets overdrevens hoor. Iets heel nuchters. Denk dan aan het sterven van een kind. Zat nog op de basisschool. En vlak voordat het ging sterven riep het dominee, ik ga straks naar Jezus. En je kon aan dat kind zien, het genoot op voorhand er al van. Genoot ervan. Genieten, hè? Genieten, ja, genieten. Dat is een toverwoord vandaag de dag. Een mens moet vooral genieten. Als je met pensioen gaat, dan zeggen anderen, nou gaat u zeker genieten. Hè? Trouwens, je kunt de reclames er ook op nakijken. Je moet van je vakanties genieten. En van je huis moet je genieten. En van je eten moet je genieten. En rondom feestdagen zoals Pasen, straks Pinksteren, dan worden we allemaal aangespoord om vooral te gaan genieten van de meest heerlijke gerechten. En over een maand of wat, dan is het weer vakantietijd. En dan zie je in advertenties de vraag of je ook gaat genieten van de Noorse fjorden. Hoe moet je dat doen? Ja, met de Holland-Amerika-lijn of zo. Alles moet tegenwoordig vooral genoten worden. Maar weet u waar u het allermeeste vooral van moet leren genieten? Van wat onze Heidelbergse catechismus helemaal aan het begin ter sprake brengt. U kent misschien die eerste vraag van de catechismus wel een beetje uit uw hoofd. Hè? Wat is uw enige troost bij in het leven en sterven? Ja, dat is de eerste vraag. Weet u gemeente dat die eerste vraag in de Nederlandse vertaling, want oorspronkelijk was niet eens het Nederlands geschreven, in het Latijn, maar weet u dat die vertaling uit het Latijn niet helemaal goed is? Wat staat er dan namelijk? In het Latijn staat niet wat is uw enige troost, maar hoe geniet gij uw enige troost in leven en sterven? Hoe geniet gij? Het gaat om genieten. Jaren geleden maakte ik het sterven mee van een kind van God in een vorige gemeente. Man was jaren ouderling geweest. Hij was de 90 gepasseerd, lag op bed. En het leek net alsof hij lag te slapen. We stonden er allemaal bij en we stonden te wachten op wat er zou komen. En ineens deed hij zijn ogen open, toen keek hij ons allemaal aan. En toen sprak hij die bekende woorden. Wat is uw enige troost? Ja, van de genieten in het Latijn, dat wist hij natuurlijk niet. Wat is uw enige troost bij in het leven en sterven? En toen gaf hij zelf ook het antwoord. Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En alzo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. En toen sloot die man zijn ogen. En hij stierf en toen was het voor hem eeuwig
genieten.